Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Zoals gebruikelijk starten we ook vandaag deze aflevering met een kijk op de COVID-19-dashboard. Sinds we ons in de vijfde golf bevinden, zien we dat dagelijks het reproductiecijfer niet staat zoals dat moet zijn volgens de WHO. Volgens deze gezondheidsinstantie moet het cijfer onder de nul zitten. Het afgelopen etmaal stond dit cijfer op 3,72%. Er werden 731 testen uitgevoerd, waarvan 366 mensen positief zijn getest. Dat brengt het aantal positieven op 50,1%. Ook weer een lichte stijging op de intensive care afdelingen. Waar dat de afgelopen week op 0 patiënten zat, zit dat vandaag op 5. Ook een flinke stijging voor wat het aantal ziekenhuisopnames betreft is zorgwekkend. Daar bevinden zich momenteel 61 patiënten die de zorg nodig hebben. Waar dat de vorige week nog op 2 personen zat. 2 personen hebben het leven gelaten, waarvan 1 in het academisch ziekenhuis en 1 patiënt die is thuis overleden. De afgelopen 30 dagen zijn er 6521 nieuwe gevallen geregistreerd en hebben 22 mensen het leven gelaten. Vanaf de pandemie zijn intrede deed in Suriname zijn tot nu toe 57.705 mensen besmet geraakt met COVID-19 en zijn er in totaal 1198 mensen aan deze zeer besmettelijke ziekte overleden. Deze stijgingen hebben allemaal te maken met het verantwoordelijk gedrag van de burgers die zich in de afgelopen perioden zich niet gehouden hebben aan de maatregelen. We denken dat het te maken heeft met inderdaad veel blootstelling rond de feestdagen. Dat is duidelijk, daar zijn voldoende verhalen over. Maar iets anders wat speelt is natuurlijk dat mogelijk de Omicron-variant in Suriname is geïntroduceerd. Dat hebben wij nog niet kunnen vaststellen. Maar ik verwacht tegen het eind van deze week, misschien begin volgende week, dat we daar uitsluitsel over hebben. En dat helpt natuurlijk ook niet, want zoals we weten is de Omicron-variant veel besmettelijker. En we hebben nog nooit eerder zo'n snelle stijging gezien van de gevallen in Suriname. Dus ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met die zeer onverantwoorde feesten die er gehouden zijn rond kerst en jaarwisseling. Maar dat het ook te maken heeft met de introductie van de Omicron-variant. Maar dat moet nog bewezen worden. We zien wat er dagelijks gebeurt. En ik kan u zeggen dat er nog meer gevallen zullen komen, omdat heel wat besmette personen buiten zijn. En het mooiste van de grap is dat er nog steeds gefeest wordt. De drang om te feesten is nog steeds niet afgenomen. Zo zijn er enkele bars aan de Anamoestraat waar er nog steeds avonden zijn waarbij er gefeest wordt. Wanneer zult u het beseffen dat u als deelnemer van zo'n illegaal feest onverantwoord bezig bent? Ook in deze editie nemen we een kijkje op de COVID-vaccinatie-dashboard. Het totaal aantal gevaccineerden met minimaal 1 dosis staat nu op 262.555 personen. Dat is 43,67% van de totale populatie en 54,51% van de doelgroeppopulatie. Bij de gedeeltelijke gevaccineerden zien wij dat er 32.689 prikjes zijn gegeven. Dat is 5,44% van de totale populatie en 6,79% van de doelgroeppopulatie. 229.866 prikjes zijn toegediend als tweede dosis. Dat is 38,42% van de totale populatie en 47,72% van de doelgroeppopulatie. Bij de boostershots zien wij dat er dagelijks mensen gaan om die te halen. De teller daarvan staat nu op 27.985 mensen en dat is 4,66% van de totale populatie en 5,81% van de doelgroeppopulatie. Er wordt dringend het beroep op u gedaan door de gezondheidsautoriteiten om zo snel als het kan u te laten vaccineren. De vaccinatiesites zijn terug te vinden op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid. De fungerend directeur van het bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, Céline Frans, bracht onlangs een bezoek aan de minister van Volksgezondheid, Amara Madin. Bij dit bezoek waren ook aanwezig de directeur van dit ministerie, Rakesh Gaidar Sukul, en de onderzoeker, auteur van het FITS-evaluatierapport over participatie van het inheems traditioneel gezag in nationale besluitvorming tijdens de COVID-19-uitbraak in Suriname, Arjune Vreedzaam.
Middels de overhandiging van enkele publicaties wilde Fitz aandacht vragen voor de gezondheidssituatie in de dorpen en met name de situatie die is ontstaan door COVID-19 en het behoud en waardering van de gezonde leefstijl van inheemsen in Suriname. De minister gaf aan bijzonder blij te zijn met het bezoek van de Fitz en dat hij verder wil samenwerken aan verbeterpunten in inheemse gemeenschappen in Suriname. De minister en zijn team zullen de aanbevelingen en conclusies uit de diverse publicaties nader bestuderen. De FITS die heeft in samenwerking met internationale organisaties wat kunnen uitvoeren binnen hun gemeenschappen, zodat de bewustwording van COVID vooral verhoogd zou kunnen worden. Het is toe te juichen dat de vereniging dit heeft gedaan, zodat de gemeenschappen wat meer informatie heeft en zodat ze meer kunnen doen om zichzelf te beschermen. Dus de rapportage van deze activiteiten zijn dan door bestuursleden van de vereniging aan de minister overhandigd. Dus het ministerie heeft dan deze rapportage ter beschikking. Het is toe te juichen dat er zulke activiteiten verricht worden. Onderzoekingen over de Omicron-variant wereldwijd zijn nog in volle gang. Wat wel vaststaat is dat deze variant milder is dan de vorige varianten en ook dat het voornamelijk bij jonge mensen voorkomt. Maar niet omdat het milder is wil dat zeggen dat men niet ziek wordt. Infectioloog Dr. Vrede gaat daarop in. Ja, we weten nog niet alles over de Omicron-variant. Er komt wel steeds meer informatie binnen. Het lijkt uit wat we weten, uit gegevens uit Engeland, uit andere Europese landen, dat het in ieder geval niet in dezelfde mate tot ernstige ziekte leidt als de vorige variant die dominant was, dat was de Delta variant. We moeten daarbij zeggen dat hier, maar ook elders, die Omicron variant heel veel bij jonge mensen voorgekomen is en die werden toch altijd minder ziek. Dus we moeten een slag om de arm houden om voordat we definitief zeggen van ja, Omicron stelt qua ziek maken en qua overlijden niet zoveel voor. Het heeft er wel alles van als je zo kijkt naar de cijfers in de wereld. Maar het is niet zo dat Omicron helemaal niet ziek maakt. En als je heel veel mensen hebt die geïnfecteerd raken, dan wordt de groep die eventueel ziek wordt natuurlijk toch wel groter. En we moeten ons ook realiseren dat de cijfers die we elders zien, die zijn relatief gunstig qua ziekenhuisopname, qua overlijden. Maar die cijfers komen vrijwel uitsluitend uit landen waar er een vaccinatiegraad is die 80-90% is. In Suriname zitten we amper op 50%. Dus wat dat betreft moeten we wel even goed uitkijken wat die Omicron hier gaat betekenen. Want het zou zomaar kunnen dat het in ongevaccineerde mensen toch wel aanzienlijk meer schade veroorzaakt. Op social media wordt steeds weer gevraagd waarom het luchtruim niet gesloten moet worden, nu met de vele besmettingen. Voor de infectioloog is het sluiten van het luchtruim niet de juiste oplossing. Nou kijk, de grenzen sluiten is niet zo nuttig, want ik bedoel, we hebben nu al zoveel virus in Suriname, dus dat beetje wat eventueel met de vliegtuigen naar Suriname komt, dat kan er nog wel bij. Bovendien worden de meeste mensen die dus in ieder geval met vliegtuigen naar Suriname komen, die worden voor vertrek gescreend. Die hebben een negatief PCR-test te hebben. De mensen die uit Europa komen, die moeten 3 dagen nadat ze in Suriname zijn aangekomen ook nog een antigeentest hebben. Dus dat is niet, dat zal niet, het sluiten van de grenzen is niet nuttig, denk ik. We moeten vooral kijken naar waar vinden de infecties plaats. En de mensen zullen het steeds weer zelf moeten doen. Je kan niet steeds de maatschappij opsluiten en afsluiten. En dat is de enige manier om het. We moeten gewoon onze eigen verantwoordelijkheid kennen. En weten dat we
Want als het zo doorgaat, dan ontkom je niet aan een lockdown. Maar het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt, door ons op een goede manier te gedragen. Er zijn mensen die bijzonder onmaatschappelijk gedrag vertonen, en ik weet eerlijk gezegd niet wat er met die mensen aan de hand is, die denken van nou, ik trek me niks van aan, we gaan door, en die zien de gevolgen, en desondanks beseffen ze niet dat ze hun gedrag moeten veranderen. Dat is een beetje, ja, nou ja, ik vind het op zijn hoogst een beetje merkwaardig. Nu de bezorgdheid over de hele wereld toeneemt als gevolg van de zich snel verspreidende Delta- en Omicron-varianten van COVID-19, zijn er strikte maatregelen genomen om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Er is echter weer een nieuw variant toegevoegd aan de steeds groter wordende stroom van coronavirusstammen. Geïdentificeerd op Cyprus hebben artsen en onderzoekers het Deltacron genoemd. Het werd voor het eerst ontdekt bij patiënten die waren opgenomen in verschillende ziekenhuizen in het Midden-Oosten die positief testen op COVID-19. Tot nu toe zijn 25 van dergelijke gevallen gemeld. Volgens Leon Dios Kostrikis, hoogleraar biologische wetenschappen aan de Universiteit van Cyprus, is de nieuwe coronavariant die op Cyprus is geïdentificeerd een combinatie van de rentestam Omicron en zijn voorganger Delta. Ziekenhuizen in het land identificeerden Omicron-achtige aantekeningen binnen het Delta-genetisch materiaal. De bevoegdheid om scholen te openen en te sluiten ligt bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De minister en de directie van het ministerie hebben op zaterdag 8 januari 2022 toch meerdere stakeholders gesproken, waaronder de onderwijsbonden. Zij gaven aan dat de opkomst van de leerkrachten afgelopen vrijdag goed was. Zij zien geen reden tot het sluiten van de scholen. Het besluit van het ministerie is dat alle scholen voor basis, VOJ en leerjaar 9 op maandag 10 januari 2022 normaal open blijven. De schoolleiders zullen verder zelf duidelijke gedetailleerde instructies geven zoals gebruikelijk is, omdat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen. Het ministerie doet een dringend beroep op leerkrachten, schoolleiders en ouders om de COVID-19-protocollen strikt na te leven. Dit betekent vooral dat er niet meer dan 15 leerlingen per groep of klas op school mogen zijn en dat men naast 1,5 meter afstand bij aankomst op school de temperatuur meet. De handen dienen ontsmet te worden en men dient erop toe te zien dat elk een de mondkap op heeft. Het ministerie blijft PPE-materiaal naar de scholen toe distribueren en blijft in nauw contact met het ministerie van Volksgezondheid en internationale partners, zoals het UNICEF, die blijven adviseren scholen open te houden. En ook vandaag zijn we weer aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal. Vanaf vandaag kunt u tot 8 uur 's avonds gaan swabben bij het Biologie en Tropkliniek. Ik wil u een fijne dag toewensen. We zijn woensdag weer terug met een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal.